Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is alweer februari en dat betekent voor mij dat het tijd is om mijn favoriete producten van januari aan jullie te gaan laten zien. Het zijn veel producten dit keer, ik had echt veel goede producten, dus ik heb mijn mandje al klaarstaan. Hij is goed gevuld zoals je kunt zien, dus mocht je benieuwd zijn naar welke producten nou ik heel erg fijn vond in januari, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik begin met het eerste product wat bovenop ligt en dat is deze micellair water van Garnier. Dit is het micellair reinigingswater met olie erin. Je ziet heel duidelijk hier de olie en je moet deze dus even schudden voordat je hem gaat gebruiken. En dan zie je dat de olie vermengd wordt met het water. Deze micellair water ruikt echt heel erg lekker en reinigt en verwijdert je make-up en het kalmeert ook de huid. Deze is ook gewoon geschikt voor ieder huidtype. Dus ook als je een gevoelige huid hebt, is deze echt heel erg fijn. Ja, ik vond deze gewoon ook heel erg fijn. Ook doordat hij zo lekker ruikt. En mijn make-up, die dat werd echt goed verwijderd. Ik had ook absoluut geen last van een naar effect of zo daarna, want je merkte echt heel erg goed dat deze reinigingswater ook de huid kalmeert. Vond ik echt heel erg prettig en ik vind de combinatie met olie heel erg fijn. Je ziet ook heel erg goed dat dit gewoon goed vermenigvuldigd wordt als je hem schudt. En ja, je kunt er ook je lippen mee doen, maar je ogen en ja, je gezicht dus. Ook is deze echt totaal niet vet. Ik had eerst verwacht, doordat er dus olie in zit, dat hij misschien een vettig laagje zou achterlaten. Maar dat is totaal niet het geval. Wat ik heel prettig vind, vooral als je hem gebruikt voordat je bijvoorbeeld gaat slapen. Ik gebruik altijd micellair water sowieso voordat ik ga douchen. Omdat ik 's avonds douche en voordat ik ga douchen haal ik mijn make-up eraf. Dus ik spoel het altijd sowieso eraf. Maar mocht je dat niet doen, is het fijn om te weten dat deze geen vettig laagje achterlaat. Dan heb ik een oogschaduwpaletje van Essence. En dit is het All About the Magic Forest palette. Heeft ook hele leuke afbeeldingen op het palette staan. Ik weet niet of dat heel goed zichtbaar is. Van dichtbij kan ik het heel goed zien. Deze heeft de naam 07 Magical Forest. Zoals je misschien al had verwacht. Op de achterkant staat een klein tutorial. En ja, waar je de kleuren kunt aanbrengen. Of waar je gewoon oogschaduw kunt aanbrengen. De kleuren zijn echt heel erg pigmentvol. Het zijn misschien niet de alledaagse kleuren die je heel snel zult pakken. Vooral doordat er best wel veel felle kleuren in zitten. Maar deze heeft echt heel erg veel pigment. Je kunt er best wel leuke looks mee creëren. Je kunt er gewoon natuurlijk een beetje mee spelen. Hij is best wel een beetje poederig. Maar dat maakt dan ook het palet gelijk weer heel pigmentvol. Je kunt heel erg duidelijk zien waar ik heb gedipt. En ja, ondanks dat dit misschien niet alledaagse kleuren zijn, vind ik het wel een heel erg leuk paletten. Het zijn ook wat andere kleuren die je vaak in gewoon neutrale paletten ziet. En dat vind ik wel heel erg leuk dat deze dat niet heeft. En ik vind het fijn dat deze heel veel pigmenten heeft. Wel is het zo dat dit paletten volgens de website van Essence uit het assortiment gaat. Dus nog maar tijdelijk verkrijgbaar zal zijn. Ik weet niet precies wanneer deze zal verdwijnen. Normaal gezien zou deze maand ook alweer de nieuwe producten voor het voorjaar in de winkel komen. Dus het kan zijn dat die echt nog maar heel even verkrijgbaar is. En dat het echt op is. Maar dit is volgens de website. En ik heb ook wel eens gezien dat er dus volgens de website producten uitgingen. En dat ze uiteindelijk toch nog in het assortiment bleven. Maar ik wil het er toch even bij vermelden. Dat mocht jij ook benieuwd zijn naar dit palet. Dat je misschien de kans hebt dat die heel snel al uit het assortiment zal verdwijnen. Dan heb ik twee handsprays. Deze handsprays komen van de Action. Die komen ook in deze verpakking. En ik krijg twee handsprays. En ik zal ze er even uithalen. Deze handsprays die zorgen ervoor dat je handen gewoon even een verfrissingsbeurt tussendoor geven. Het is vooral misschien heel erg handig als je in het openbaar vervoer zit. En je kunt je handen niet wassen met water en zeep. Dat je toch even een verfrissing kunt opspuiten. Ik zal even met deze beginnen. Er staan leuke afbeeldingen op, vind ik zelf. Dit is in de geur Berry. Het handige aan deze sprays is dat er een veiligingshendeltje op zit. Die kun je zo omhoog duwen. En dan kun je zeg maar sprayen. Door hierop te drukken. In deze spray zitten 15 ml. Ze zijn heel erg fijn
qua formaat. Je kunt ze heel makkelijk in je tas steken. En ja, ze ruiken ook wel heel erg lekker. Mijn voorkeur gaat uit naar deze, want dit is cranberry geur. Ook deze heeft uiteraard weer dat hendeltje en dan kun je dus zo sprayen. Ik vond deze zelf het lekkerst. Deze vond ik intenser dan de berry geur, maar voor de afwisseling is het wel leuk. Ja, het ziet er natuurlijk ook gewoon super leuk uit. Dus ja, ik was heel erg tevreden over deze twee handsprays van The Action. Dan heb ik deze Light Correction Serum Primer van Catrice. Dit is de eerste primer die in een glazen flesje zit. Ziet er echt heel erg mooi uit. Deze heeft een matte uitstraling. Er zitten nu wat haren op bij mij omdat hij in een mandje heeft gezeten. Werd in een pipetje. Ik heb hem in de kleur 010 Candlelight. Je kunt dit zeg maar gewoon aanbrengen door ja, wat in het pipetje te knijpen en hem dan ja, of op je handen uit te knijpen of dat je hem op een kwast doet. Dit is echt een hele mooie primer, geeft een hele mooie glans. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, van de glans zag ik niet zo heel erg veel meer nadat ik mijn make-up had aangebracht. Maar mijn make-up bleef heel erg lang door deze primer op zijn plek zitten en dat vind ik dan nog belangrijker. Misschien is het wel heel fijn in gebruik als je bijvoorbeeld liever geen foundation een dagje op doet. Dat je denkt, nou ik pak gewoon die primer, ik doe er een poedertje overheen en dikke prima. Maar doordat mijn make-up eigenlijk heel erg lang bleef zitten door deze primer was ik heel erg enthousiast. En ik vind ook de verpakking heel erg leuk. En het is dus ook tegelijkertijd een ja, serum. Ja, ik vind het leuk dat Catrice nu een beetje is overgegaan in deze verpakkingen. Want het ziet er toch wel heel erg leuk uit. Ik vind het er leuker uitzien dan een tube. Moet ik heel eerlijk zeggen. En je moet hem eerst even goed schudden ook. Voordat je hem gaat gebruiken, dan zie je de kleur nog iets beter tot zijn recht komen. Dat staat er ook op. Shake it well. Dus echt een hele fijne primer. Dan een product voor de lippen en dat is deze vaseline in de geur cacao butter. En ja, ik ben dol op vaseline. Ik vind vaseline echt een heel fijn product. Ik heb ook echt wel een aantal van die blikjes in mijn stash zitten. En ik gebruik het heel vaak, want ik heb echt last van droge lippen heel snel. Vooral met dit weertype. Deze is dus voor schrale lippen en droge huid. Het is een doorzichtige kleur heeft deze vaseline. Ik had in eerste instantie ook verwacht dat die pruim was en die geur. Ik kan hier aan blijven ruiken. Ik vind hem zo lekker. Ik heb zelf ook van de cacao butterlijn de vaseline body lotion. En die vind ik ook echt super lekker. En ook deze ja, vaseline doet gewoon wat vaseline altijd doet. Maar deze heeft gewoon een iets lekkerdere geur. Waardoor het gewoon echt heel erg aangenaam wordt. Ik snap ook wel dat je misschien denkt van, hè, waarom zou ik een geur kiezen? Maar ik vind deze echt super lekker. En ja, vaseline is gewoon een heel fijn product, vind ik zelf. Dan heb ik een mascara van Essence. En dat is deze. En dit is de hashtag Lashes of the Day Super Volume Mascara. Ja, dit is een super volume mascara die ja, eigenlijk je wimpers gewoon een boost geven. Het is nou niet dat je echt super volle wimpers krijgt, maar je krijgt echt wel een volume boost, vind ik, van deze mascara. Ik zal ook even het borsteltje laten zien. De mascara heeft zo'n borsteltje. Ik vind dit persoonlijk heel erg prettig. Ik hou niet zo van die borsteltjes die van plastic gemaakt zijn. Maar deze borsteltjes vind ik echt ideaal. Neemt veel mascara ook op. Het aanbrengen gaat heel erg fijn. En ik zag zeker echt wel verschil bij het gebruik van deze mascara. Mijn wimpers die kregen toch wel een beetje een volume boost. En dat vind ik toch wel fijn bij het gebruik van de mascara. Dat je echt wel wat verschil ziet. Hij is mooi intens zwart. Vond ik echt heel fijn. En ik vind de verpakking ook super leuk. Dus ja, echt een hele fijne mascara als je het mij vraagt. Dan een nagellakje van Catrice. Dat is deze. Deze komt uit de Brown Collection. Ik heb hem in de kleur 04 Unmistakable Style. Ik vind de roze gouden dop heel erg mooi. Ik denk dat het op de camera niet helemaal goed overkomt. Maar ik vind dat wel heel erg leuk gedaan. Het is zo'n dopje die je gewoon af kan halen. En dan heb je hier het dopje. Ik zal hem even opendraaien. Misschien dat jullie de kleur dan ook iets beter kunnen zien. Ik ga even kijken of dat wat wil.
Ik weet niet of het helemaal goed is overgekomen, maar ik vond het echt een heel erg mooie kleur. Ik vind hem ook vrij, vrij rustig. Er zit een kleine glitter in, maar ik vond het wel heel erg mooi. Ondanks dat het een bruine kleur is, neigt hij een beetje naar het roodbruine toe. Dat vond ik heel erg mooi. De dekking was prima. Hij bleef niet super lang zitten, maar goed, dat verwacht ik ook eigenlijk niet meer van. Nagellak van Catrice. Dus ik vond de kleur vooral heel erg mooi. En ik vind het wel een heel erg leuk kleurtje. Ook omdat ik zoiets nog niet in mijn collectie had. Dan heb ik twee producten uit een limited collectie van Essence. En dat is de Winter Dreaming Trend Editie. Allereerst heb ik dit oogschaduwpaletten. En dit is een palette gemaakt van heel stevig karton. Ziet er echt heel stevig uit. Leuke kleurencombinaties. Ik vind die plaatjes ook wel echt heel leuk. Deze heeft de naam 01 Warm Blankets en Hot Chocolate gekregen. Achterop staat ook weer een tutorial. Voor mij is het niet meer heel erg belangrijk. Maar mocht je nog niet zo thuis zijn in oogschaduw, is het heel erg handig dat ze het erop zetten. Er zitten 12 kleuren in en dit paletten gaat dus gewoon zo open. Ik laat meestal die folietjes zitten, zodat het een beetje netjes blijft. Maar ik snap dat je het eraf wilt halen. Ik zal eerst even het kwastje eruit halen, want die vond ik ook echt heel erg mooi. Normaal vind ik de kwastjes niet zo heel interessant die erbij zitten. Maar dit keer zat er zo'n applicator bij. Echt een heel erg mooi met dit goud. En het ziet er op zich ook best wel oké uit. Het is niet een heel goedkoop kwastje, zeg maar. Zo ziet hij er niet uit. Zo voelt hij wel aan, maar zo ziet hij er niet uit. Dan de kleurtjes. En dat zijn deze 12 kleuren. Hebben veel pigment. Zien er echt heel erg leuk uit. Je kunt heel veel verschillende kanten op met dit paletje. Het zijn wel kleuren die je denk ik wel vaker in palettes terugziet. Maar ja, dan is het altijd de vraag, hebben ze genoeg pigment? En dat had deze. Hadden deze kleuren, dus dat vond ik echt super leuk. Ik vind het paletten er zelf ook gewoon super leuk uitzien. En ik vind het wel heel erg leuk gedaan. Dus dit paletten vond ik zeker heel fijn. Dan heb ik ook een lippenstift uit de Winter Dreaming collectie. En dat is deze. Deze heeft wel een heel erg leuk uiterlijk, vind ik zelf. Een beetje een paarsachtig kleurtje, paars-roze. Het is een beetje een combinatie. Deze heeft de naam 02 Girl Stock at the Fireplace gekregen. Heel erg mooi kleurtje. Was wel echt goed bij de winter. Ik vind het echt een hele mooie lippenstift. De kleur die was gewoon, die sloot heel mooi aan, vond ik zelf. Ik hou wel van wat donkerdere kleuren. Ja, mocht je echt een beetje de nude kleuren zijn, dan valt dit natuurlijk niet in je genre. Maar ja, ik vond het wel een heel erg mooi kleurtje en ik vind de verpakking ook heel erg leuk. Bleef ook nog best wel lang op zijn plek zitten, zolang je niet heel veel ermee eet of mee drinkt. Maar ik vond dit wel een hele fijne lipstift ook. Dan heb ik een lipproduct van Catrice en dat is de Liquid Lip Powder. Ik heb deze in de ultra matte variant. En ik heb hem in de kleur, even kijken, 070 Café Americano Please Made in Italy. Dit is een mat lipproduct en daar hou ik heel erg van. Deze heeft wel een heel kort steeltje. Ja, kijk, hij is echt heel erg kort, maar wel een hele fijne applicator vind ik zelf. Ik vond de kleur echt heel erg mooi, droog. Heel erg mooi mat op en daar hou ik van. Bleef ook best wel lang zitten. Ja, ik vond het echt een heel erg mooi kleurtje. Helaas volgens de website van Catrice gaan deze het assortiment verlaten. Ik heb hierover ook al een artikel op mijn blog geschreven met de producten die het assortiment van Catrice zullen gaan verlaten. Mocht jij fan zijn van deze liquid lip powders of ze hem willen proberen, kun je die als het goed is nu nog kopen. In ieder geval deze maand, denk ik, zolang de voorraad strekt. Ik durf het niet 100% zeker te zeggen, maar ze gaan in ieder geval eruit. En dat vind ik echt heel erg jammer, want ik vind het echt een heel erg fijn product. Dan heb ik dit palette en dit is het My Highlights 5 Color Highlighting and Strobing Collection paletten. En het is gewoon een palette van de Action. Ziet er heel erg mooi uit. En best wel stevig ook voor de Action. Mooi roze kleurtje. Maar hier zitten dus eigenlijk 5 highlight kleuren in. En ik zal ze even laten zien. Je hebt ook een heel klein
kwastje die erbij zit. Ik heb deze gewoon laten zitten, want ik gebruik dit nooit. Ik gebruik mijn eigen kwasten, maar die zit er dus wel bij. Er zit ook een spiegel in. Er zit een beschermlaagje op. Die heb ik laten zitten, omdat ik altijd bij een spiegel aan de gang ga. Maar dit zijn dus de kleuren. Echt hele mooie highlight kleuren. Zijn lekker aanwezig. Je kunt ze echt mooi aanbrengen. Je ziet ze ook echt heel erg mooi terug. Ik ben er echt heel erg tevreden over. Dit is echt een heel erg low budget paletten. En ja, de producten die erin zitten vind ik gewoon echt heel erg tof. Ik vind het ook leuk dat je keuze hebt uit gewoon 5 kleuren. Zo zit er eigenlijk voor iedere huidskleur wel een kleur in die je gaat terugzien. Omdat ze ook met goud hebben gewerkt, ze hebben met brons gewerkt, ze hebben met roze gewerkt. Ja, het is echt een heel erg mooi palet. Ik vind het echt een aanrader, want ik geloof dat dit palet €3 kost. En ja, je hebt ze gewoon hele mooie highlightkleuren. Ik denk ook vooral dat het heel erg leuk kan zijn als je net begint een beetje met het highlighten en zo. Dan zijn dit soort paletten gewoon hartstikke leuk om gewoon bij de Action te proberen. Omdat je kunt zien, is het wat voor mij? Je hebt gelijk 5 kleuren, dus er zit altijd een kleur in die bij je past. Ik vind het echt een hele dikke aanrader, dit paletten. Dan heb ik een tweetal producten uit een limited editie van Catrice. Dat is de Dazzle Bomb limited editie. Deze was van december. Ik vond het echt zo jammer dat die eind december pas in de winkel lag. Tenminste, bij mij lag die eind december pas in de winkel. Want het was zo'n leuke set geweest voor de feestdagen. Maar goed, ik ga beginnen met het oogschaduwpaletten. Dit is een eye and lip powder palette. Maar ik heb hem dus alleen maar voor mijn ogen gebruikt, omdat ik ook al een lippenstift had en ik hou niet zo heel erg van lippoeders voor mijn lippen. Maar goed, er zit ook een heel klein dubbelzijdig sponsapplicatortje bij. Die haal ik er even uit, omdat die zo meteen toch gaat vallen. Die spiegel, die moet ik echt even laten zien. Die vind ik al heel erg mooi. Ik denk dat het een beetje weerspiegelt, maar als je heel goed kijkt, staat er dus ook de tekst Dazzle me or never. Dazzle now or never in, sorry. En dat vind ik echt super leuk. Dit zijn de kleurtjes. Het zijn 4 kleurtjes die je dus ook op de lip kunt gebruiken. Hebben best wel wat pigment eigenlijk. Zag je heel erg mooi terug. Ze passen heel erg mooi bij elkaar. Er zit ook een shimmer in. Ja, echt hele mooie kleuren. Ja, poeder. Ik vind het niet 100% poeder. Het is wel poeder, maar er zit ook een soort van vettig laagje in, vind ik zelf. Dat kan je denk ik op de camera niet zo heel goed terugzien. Maar ik zie het dus wel heel erg goed. Vandaar dat die waarschijnlijk ook heel geschikt is voor de lippen. Ik heb hier best wel hele mooie ooglooks mee kunnen creëren. Ik vond het gewoon een heel erg mooi palette. En ja, een hele dikke shout-out gewoon naar de verpakking. Want kijk nou hoe mooi dat is met die glimmers erop. Ik vind het echt geweldig. Nou, dan heb ik dus ook een lippenstift uit die collectie. Zoals ik al zei, bij deze vond ik het vooral heel erg jammer dat die eind december in de winkel lag. Want dit is een hele mooie lippenstift. Nou, weer even die verpakking die ik prachtig vind met die glitters zo. Echt heel erg mooi. Dit is echt ook zo'n lippenstift die echt gaat opvallen tussen mijn stash. Als ik deze zoek, ben ik gewoon gelijk waar ik naar moet kijken doordat de bovenkant glitters heeft. Geweldig. Ik heb hem in de kleur C04 Radiant Red gekozen. En dit is dus een rode lippenstift met hele fijne glittertjes erin. Ik weet niet of het heel goed zichtbaar is op de camera. Maar dan moet ik zeggen dat je die glittertjes niet heel erg overdreven terug ziet op je lippen. Maar ik vond het zo'n mooie rode kleur. Qua lippenstift echt prachtig. Gewoon echt zo'n mooie rode kleur die je gewoon eigenlijk met kerst had willen dragen. Maar toen was hij er dus niet. Maar goed, maakt niet uit. Rood kan natuurlijk altijd wel. Maar met kerst mag het dan net nog iets extra's hebben. En vooral omdat hij dus ook een heel fijn glittertje heeft, had ik dit wel heel erg leuk gevonden. Maar echt een hele mooie lippenstift. Blijft ook redelijk lang zitten. Die verpakking, dat blijft gewoon echt prachtig. Dus dit vond ik ook zo'n mooie collectie van Catrice. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product en dat is een oogschaduwpaletten van I Heart Makeup. Op de achterkant zie je al de kleuren die in de paletten zitten. Ik ga hem gauw uit het doosje halen, want het doosje is echt helemaal uit zijn voegen gegaan. Maar ja, ik dacht dan, ja, kan ik ook nog even die achterkant laten zien. Het is het Parental Advisory Explicit Content paletten. Het ziet er zo uit, het heeft een 3D vorm. Als ik hem zo hou is hij gewoon zwart, maar hou ik hem zo komen er dus witte stukken in. Dat is het 3D effect.
heel erg mooi paletten. Nou, er zit een heel erg leuk blaadje in. Er staat op Get Naked, Use Me or Be Explicit. Zit over de oogschaduws heen, vind ik altijd wel leuk. Ook zitten er twee dubbelzijdige sponsapplicatortjes bij, kleinere. Handig als je daar graag mee werkt. Een hele grote spiegel zit erin, maar het gaat natuurlijk om de kleuren. Zoals je kunt zien zit er echt heel veel variatie in. Het zijn 36 oogschaduwkleuren. Je hebt vooral veel shimerkleuren. Er zitten ook wel wat matte kleuren in, maar ja, de voorkeur gaat wel vaak naar shimer. Je ziet heel goed waar ik heb gedipt. En dit is op zich altijd wel een goed teken, want dan weet je dat er echt heel veel pigment in zit en echt deze... kleuren hebben veel pigment. Ik vind het leuk dat ze echt wel gekozen hebben voor wat fellere kleuren, zoals dat blauw. Maar je hebt ook echt wel wat nude kleuren. Je kunt echt heel veel kanten op om verschillende variaties te maken met de paletten. Echt heel erg prachtig. Ja, ik ben echt heel erg blij met de paletten. Gewoon de kleurencombinaties zijn ja, heel erg leuk. Goed veel pigment. En ja, je hebt gewoon lekker veel keuze. Je kunt echt heel veel verschillende looks maken. En ik vind het 3D-effect heel erg leuk. Dus ik vond dit echt een hele heel erg mooie paletten. Fijn paletten. En ik ben er heel erg blij mee. Dan waren dit alweer alle producten die ik jullie wilde laten zien van januari. Ik had echt best wel veel producten. Het was echt wel een volle editie. Dat heb ik ook wel gemerkt. Want ik heb gewoon ik 2 producten gehad in januari die ik niet fijn vond. De rest was allemaal goed. Ik vond het leuk om weer eventjes terug te blikken op januari met deze producten. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te zien. Ik wil je eigenlijk gewoon heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal en je wilt graag op de hoogte blijven van mijn nieuwste video's, kun je altijd even gratis abonneren. En dit is heel gemakkelijk door op de abonneerknop te drukken. Daarnaast staat ook een belletje. Als je die ook even aanklikt, dan krijg je ook gewoon gelijk een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En hoef je niks meer te missen qua video's van mij. Vond je deze video nou leuk? Doe vooral ook even dat duimpje omhoog. Vind ik ook wel heel erg leuk. En dan zou ik willen zeggen, ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doei!